Spitsstraat en auto's te gas. En dan, waarom mag dit niet gewoon twee richting verkeer? Want ik ga dus nu eventjes doen wat niet mag, wat altijd was. Gewoon dit stukje. Even illegaal zijn we nu bezig. Dit is het enige en dan was ik er. Hoe vaak doe je dit nog stiekem? Zeg wat slim dat tegen een journalist te zeggen. En nu kon ik gewoon linksaf naar mijn moeder, naar mijn werk, naar alles. In september werden de verkeersregels in de Leidse buurt aangepast, waardoor veel straten éénrichtingsverkeer werden. En buurtbewoners massaal verdwaalden. Nu een paar maanden later zijn de meeste mensen er wel aan gewend. Maar Sylvia Pieters nog steeds niet. En ik ben echt niet de enige. En ik snap alleen niet waarom niet iets meer maatwerk... waarom moet het zo star doorgetrokken worden dat het op sommige plekken gewoon... Ja, alleen maar slechter op is geworden en gevaarlijker. Volgens de gemeente gaat het om maatwerk. Door het eenrichtingsverkeer komen tegenliggers elkaar niet meer tegen en hoeft ook niemand meer een stuk achteruit te rijden om een tegenligger op een ruimer stuk te laten passeren. Oh, dat zal je zien, die zijn ook helemaal gek, die pakketbezorgers. De gemeente geeft aan de bebording waar nodig aan te passen, zodat de rijrichting beter zichtbaar wordt. Maar dat lost voor Sylvia niks op. Zij moet voor haar gevoel onnodig blijven omrijden. Ja, het zal heus een paar minuten zijn, maar het gaat gewoon om de frust. Het is gewoon frustrerend. Ik heb hier twee keuzes bij het café. Of ik zit me zitten, ik ga me bezatten als hij open is. Of ik ga rechtsaf door de buurt. Of ik ga via over de spoorbomen. Hier, nu ben ik die spoorbomen. Als je hier overheen gaat nu, moet ik daar een YouTube maken. Heel soms heb je toch ook... Ze zeggen, ja, hoe vaak zal dat gebeuren? Maar het is me echt een paar keer overkomen dat ik daar een YouTube wil maken. En dat ik dan op de terugweg ook weer... Dus mensen worden heel snel prikkelbaar in het verkeer. Dus waarom zou je dat willen? Volgens de gemeente liepen veel mensen in de wijk over de straat in plaats van op de stoep. Wat voor onveilige situaties zorgde. Zij denken dat dat nu minder gebeurt, omdat er minder auto's gebruik maken van de stoep om elkaar te passeren. En... Je gaat een buurt in, je wil de buurt liefst autoluw. Dus nu ben ik dus verplicht om dat hele rondje twee... Dus ik ga mijn straat voorbij, de Vogelstraat mag ik niet in. Twee straten verder moet ik een hele blokje door de buurt. Wat smalle straatjes zijn waar kinderen spelen, katten lopen. Ja, ik snap het gewoon nog steeds. Maar misschien ben ik een zeur. Dat zal ik ook... Ik weet het niet. Ik blijf het onlogisch vinden.